hier met mijn Henny uit Nederland. Hi. Hi Henny. Ja, we gaan jullie vandaag laten zien hoe we gaan water golven bij Henny. Ja? Als je ziet, we hebben het haar lekker gewassen. We hebben een klein beetje moes erin gedaan. Een beetje spray in de aanzet voor Veluma. En nu ga ik je laten zien. Henny wil heel graag dat het haar die kan dragen. En dit naar boven. Dus we gaan hier beginnen met water golven. Dus we gaan eventjes plakrollen gebruiken. Zie je? Dus even erin. Kam je de punten heel goed. En draaien. Zie je? Water golven. Om eigenlijk een beetje Veluma te maken. Deze gaan we een beetje naar boven draaien. Dus een klein beetje haar naar boven. Water golven die kant. Kam je de punten draaien. Hoe meer rollers inzet, hoe beter voor het haar. Dus hoe meer Veluma je krijgt. Dus gaan we die kant even naar beneden draaien. Heel mooi, leuk kapsel. Zeker hier in Spanje, het is heel warm weer. Dus met watergolven blijft het haar perfect zitten en heel mooi. Dus eventjes kammen de punten. En hier. Deze draaien we een beetje naar boven. We willen graag de Veluma meer naar boven. Dus even het haar kammen de punten. En die kant op. Zo. En draaien. Heel leuk. Mooie haar. Gewoon kammen de punten. Zorg wel dat de punten goed gekamd zijn. Zie je? En naar beneden. Hoe meer rollen je doet, hoe beter voor de Veluma. Dus je maakt meer Veluma in het haar. Dus je ziet wel dat ik hierboven ietsje grovere rollen neem. Om Veluma omhoog. Zie je? Nou gaan we die kant. Heel leuk en heel mooi. Ja. Deze gaan we naar boven draaien. Dus zorg wel dat je heel kleine passees neemt van het haar. Niet die dikkere passees. Ja. Gaan we die kant. Naar boven. Hier. Ja. Dus we gaan verder met even rollers draaien. Een beetje grotere rollers hier. Hoe meer rollen, hoe meer Veluma in het haar. Dus zorg wel dat je heel veel rollers inzet. Dan blijft hij langer zitten. Het haar. Zie je? Het wordt plakroller genoemd omdat ze gelijk plakken op het haar. Zie je? Gaan we die andere kant op? Zie je, deze naar beneden. Zie je dat het deze kant wel, omdat het haar ook ietsje korter is, doen we kleinere rollers. Dan blijft die langere en steviger het haar. Dit blijft de hele week perfect, je haar goed zitten met de rollen. Als je het feunt, blijft hij niet zo lang zitten. Dus wij kiezen eigenlijk meer voor rollers in het haar. Zeker hier in Spanje, door de warmte verlies je heel snel de Veluma.
En deze helemaal draaien naar beneden toe. Zie je? Je ziet wel dat ik deze naar beneden draai en die andere kant is altijd midden tussen die twee rollen, altijd één rollen in midden. Mooi. Dan zie je de scheiding van de rollen niet. Zo. En als ik klaar ben met al de rollen, dan ga ik controleren hier en daar of er is eentje hier en daar los of zo. Je ziet wel dat het perfect is. Wat we gaan doen nou, we gaan nou een klein beetje haarlak in doen. Klein beetje haarlak. En nou gaan wij Henny onder de droger zetten voor een half uurtje. Daarna komen we terug bij jullie. Ja? Oké. Dit was ik, Amal Hermos van Vivian Hair Design. Ik had hier Henny bij uit Nederland. Wij komen straks terug bij jullie, ja? Dag!